De grote reis van Kiki. Lore en ik zijn terug van Afrika. Wij hebben heel wat te vertellen. Luisteren jullie mee? Hallo! Dag lieve vriendjes! Wie zien jullie? Kiki! Waar zijn wij geweest? Naar Afrika! Oh, zeg maar, jullie weten precies meer dan wij. Huh? Slimmerikje! Het koffertje van Kiki. En wat zou daarin zitten? Iets dat wij meegebracht hebben. Wat zou dat zijn? Kijk! Floep! Wat zou dat zijn? In Afrika gebruiken ze dit ook om pilletjes in te steken. Als de kindjes ziek zijn, dan steken ze hier hun pilletjes in. En dan zegt mama elke morgen, Fidel, pilletje nemen. Kijk, dit is Fidel, hè. En die heeft met Kiki gespeeld. Dat was een jongetje, die was ongeveer even groot. Even groot als jullie. Kijk maar, hier zijn we in Afrika. Fidel speelt met Kiki. Fidel is samen met zijn oma naar het ziekenhuis gekomen. De dokter onderzoekt Fidel en geeft hem pilletjes waardoor hij snel beter zal worden. Maar pilletjes zijn erg duur. Veel mama's en papa's hebben geen geld om pilletjes te kopen. Ze kunnen onze hulp echt wel gebruiken. Zonder pilletjes wordt Fidel terug ziek. Niet alle ouders van de kindjes hadden genoeg centen om die pilletjes te betalen. En dan blijven die kindjes soms veel te lang ziek eigenlijk, hè? En daarom gaan we centjes ophalen, zodat iedereen pilletjes kan kopen voor als die ziek is. Is dat een goed idee? Ja. Want iedereen moet beter worden, hè? Ja. Kwaheri! 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 Dag! Tada! Tot de volgende keer! Kiki zal jullie nog meer vertellen over haar grote reis en het bezoek aan Fidel.